Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer echt een hele aparte video. Je hebt de titel al gezien. Ik ga een kleurveranderende foundation proberen. Vandaar dat ik dus nog niks op mijn huid heb. Ik heb mijn oogmake-up al wel gedaan, omdat ik toen net een Instagram video heb gemaakt. Twee zelfs. Want ik ben vandaag vrij. Normaal werk ik elke dag. En ik ben vandaag vrij. En ik dacht bij mezelf, ik ga alles uit deze dag halen. Dus dit wordt mijn derde video die ik maak vandaag. Dus mocht je willen weten hoe ik deze ooglook heb gemaakt, de foto en de video staan al op mijn Instagram. Deze foundation. Ik zat gewoon op Instagram, volgens mij op Facebook. Het was tenminste een social media iets. En ik zag random een reclame van een kleurveranderende foundation. Nou, ik ging naar die website en ik dacht, oh my god, I need to try this. Ik ben wel een beetje geflasht, want het was een hele vage website. Ik kan niet eens geloven dat ik daar überhaupt heb besteld. Misschien kwam die gewoon niet eens, maar ik nam gewoon de gok. Hij was 15 euro en dan iets van verzending 5 euro. Ik weet het niet meer precies, maar ik heb iets van rond de 15/20 euro betaald voor deze foundation. En hij kwam hier aan pas na een maand. Hij heeft er dus echt super lang over gedaan. Ik heb hem al een maand geleden besteld. En hij kwam aan in zo'n AliExpress pakketje. En ik, de queen van AliExpress, ik bestel superveel van de Ali. Dus ik weet precies hoe zo'n pakketje eruit ziet. Dus ik dacht, oh mijn god. Dus ik naar de AliExpress app, ik ingetypt TL1 foundation. En deze foundation is letterlijk gewoon van de AliExpress. Je kunt hem daar halen voor 3 euro. Dus ik ben zo geflasht. Dus mocht je aan het einde van de video deze foundation ook willen, haal hem gewoon bij de AliExpress voor like 3, 4 euro. Maar ja, ik ben dus echt heel benieuwd wat ik hiervan vind. Hij claimt dus dat hij aanpast aan jouw huidskleur. Dus welke huidskleur jij ook hebt, deze witte foundation, want hij is gewoon wit, gaat matchen met jouw huidskleur. Er is ook maar één kleur, dus ja, ik ben benieuwd of dat echt zo is. Deze intro was weer lekker lang vandaag, dus we gaan gewoon snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Oké, er staat ook echt hier made in China. Dus let wel op, dit is dus gewoon een AliExpress foundation, dus je weet allemaal niet echt wat erin zit. Ik weet namelijk dat er mensen zijn die het echt not done vinden om make-up te gebruiken van een AliExpress. Want oh my god, je weet niet wat erin zit. Blablabla. Whatever, I don't care. Ik ga hem gewoon opdoen. Ben jij zo'n persoon, doe het dan vooral niet. Maar ik ga ja proberen om te kijken wat ik hiervan vind. Er staat echt van alles op. Ultra HD Foundation, 4K Complex, Invisible on 4K Camera and to the Naked Eye. Dus oftewel, je kunt hem gewoon niet zien. Hij smelt helemaal mooi in met je huid. Dat zijn heel veel claims. Ik heb wel hier de ingrediënten staan. SPF 15, dus er zit ook een zonnebrandcreme in. Dat is niet heel raar, heel veel foundations hebben dat. All day flawless, dus dat hij er heel erg goed blijft zitten. Je krijgt 30 ml aan product. Dat is in principe normaal qua foundation. En er staat echt op voor elke huidskleur. Dus welke huidskleur je ook hebt, deze moet zich matchen met jouw huidskleur. Nou, laten we hem maar gewoon open gaan maken. Nou, zo ziet dan het flesje eruit. Hij is best wel groot. Hij lijkt een beetje gewoon op andere foundations. En wat al hier op de verpakking een beetje staat, staat ook hier op. En op de achterkant de ingrediënten. En hij is echt letterlijk gewoon wit. Zo raar. Ik vind de verpakking op zich wel mooi. Het is wel gewoon plastic. Maar ik vind het echt geen slechte verpakking. Ik vind ook dit mooi, die parelmoerachtige witte dop. En dan moet je hem gewoon zo hieruit pumpen. Nou, voordat ik de foundation ga aanbrengen, ga ik eerst mijn gezicht primen met de W7 Princess Potion. Lekker insmeren over mijn hele gezicht. Deze primer ruikt zoveel naar kauwgomballen. Elke keer als ik hem opdoe, heb ik weer behoefte aan snoep. Nou, ik heb hier gewoon mijn beauty blender. Hij is wel vies omdat ik hem al net heb opgemaakt. Dus don't judge me. Ik ga hem eerst zo op mijn hand doen. Er komt niks uit. Oh, nou wel volgens mij. Hij voelt best wel dik aan, een beetje als een crème of zo. Er stond ook een foto bij van een vrouw die het dus zo op haar hand uitsmeerde. En toen veranderde het zogenaamd in haar huidskleur. Bij mij is hij gewoon nog wit. Volgens mij is hij ook echt niet mat, want hij glanst best wel veel. Ik heb niet echt het gevoel dat hij van kleur verandert. Ik heb meer het gevoel dat ik hem gewoon zoveel heb uitgesmeerd dat hij gewoon inblendt in mijn huid. Dat hij gewoon wegsmeert, of hoe ik dat kan noemen. Hij ruikt echt heel erg naar parfum.
weet je wel, die foundations met een parfumgeur. Dan heb je gewoon zo'n hele lichte geurtje er doorheen. Dit is straight up parfum. Alsof ik gewoon letterlijk parfum zo heb opgespreid op mijn hand. Ik doe een beetje op mijn spons. Zo doe ik dat altijd. En dan ga ik het gewoon aanbrengen. In het begin was hij echt heel wit grijs. En op mijn hand ook. Maar zo op mijn huid, op mijn gezicht. Ik weet niet. Hij past zich volgens mij wel gewoon echt aan mijn huid. Ik ga één kant wel doen en één kant niet. Dan kunnen we goed het verschil zien. Ik ga even iets meer aanbrengen. Voor iets meer dekking. Want hij heeft een beetje een lichte medium-achtige dekking. En ik wil toch een iets meer medium dekking. Misschien dat ik hem dan zo kan opbouwen. Oké, nou ik heb hem hier aangebracht en hier heb ik niks. Hij maakt mijn gezicht wit. Dat zie ik al meteen. Hij blendt wel in met mijn huid, zoals ze zeggen. Maar niet als een normale foundation. Hij heeft een lichte tot medium dekking. Hij maakt mijn huid wel egaal. Dat vind ik wel. Je kunt het ook hier goed zien bij mijn wallen. Hier is het nou echt meer bedekt en meer smooth. En hier is het gewoon nog, ja, gewoon mijn huid. En je kunt mijn wallen hier gewoon nog zien en zo. Ik had eigenlijk verwacht dat hij echt letterlijk niks zou doen. Gewoon helemaal niks. Niet eens een beetje egaal maken. Maar in principe doet hij dat wel. Ik vind hem niet eens zo heel slecht. Ik vind het wel echt minder dat hij mijn huid wittig maakt en lichter maakt. Je kunt het ook heel goed zien hier bij mijn voorhoofd. Hier ben ik echt een stuk donkerder dan hier. Dus hij maakt mijn gezicht wel echt witter. En ik wil niet witter zijn. Ik wil juist altijd getint zijn en bruiner zijn. Dus dat is niet wat ik wil. Ik denk toch dat ze hem niet wit hadden moeten doen. Ik denk dat ze soort van enigszins een kleurtje hierin hadden moeten doen. Zodat hij toch, ja, iets meer kleur afgeeft. Maar ik vind hem oprecht beter dan verwacht. Ik ga even de andere kant ook doen. Zo, nou is hij over mijn hele gezicht. Ik heb het hier ook twee keer aangebracht. Net als links. Mijn gezicht is echt wit. Je kunt het heel goed zien vergeleken met mijn nek. Kijk dit verschil. Ik vind wel dat hij je gezicht egaal maakt. Met een lichte dekking. Absoluut geen medium tot volledige dekking. Hij heeft echt een lichte dekking. Veel mensen houden van een lichte dekking. Dus in principe is dat niet iets slechts. Het is gewoon een hele naturel dekking. Ik heb best wel veel moedervlekken op mijn gezicht. Ik heb hier, 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 hier. En met een normale foundation zijn die altijd wel bedekt. En nou kun je ze gewoon nog echt super goed zien. Omdat ik dus zulke lage verwachtingen had, kon het alleen maar beter zijn eigenlijk. En dat is ook echt gebeurd. Dat hij echt mijn huid een beetje egaal maakt. Daar sta ik echt van versteld gewoon. Vind ik hem mooi? Raad ik me aan? Nee. Er zijn zoveel goede foundations op de markt die ook gewoon heel betaalbaar zijn. Ik weet, 3 euro is wel echt heel weinig. Tenminste, als je niet wordt geflasht, net als mij. Maar ik heb hier de Essence Foundation. Die is ook rond die prijs en deze is beter. Deze heeft ook meerdere kleuren. Ik ben van deze, by the way, kleur 60. En deze is echt perfect voor mij. Hij is niet mat, hij is glanzend. En dat is die van Essence ook. Dus als je zo'n finish wilt, ik raad deze zeker aan. Ik vind deze oprecht fijn. En ik heb een droge huid, dus ja, mocht je dat ook hebben, deze foundation is er volgens mij nog wel. Maar ja, de grootste claim van deze foundation is dat de kleur zich aanpast aan jouw huidskleur en dat doet hij niet. Dus de grootste claim waarmee ze dit helemaal promoten, is niet waar. Ik heb ook gewoon het gevoel dat het gewoon een soort van crème is die je gewoon inblendt met je huid en dat die gewoon wegblendt. En vandaar dat het dan lijkt alsof hij van kleur verandert. Nou, ik wil alsnog een full day wear test doen, omdat ik gewoon super benieuwd ben hoe die is met de rest van mijn make-up erop en hoe die is aan het einde van de dag. Misschien dat als hij er nog eventjes op zit, de kleur een beetje donkerder wordt of zo. I don't know. Ik ga me even verder opmaken. Kom ik zo bij jullie terug. Oké, nou de make-up look is af. Ik vind er nou allemaal wel minder slecht uitzien. Ik zal ook even een inzoom plaatsen nu in beeld. Maar ik heb wel echt heel veel gebronst. En ik denk dat de concealer ook wel veel te maken heeft met dat mijn gezicht nou iets meer dekking heeft. Ik zie nog wel gewoon dat mijn gezicht, ja, niet heel bedekt is. Want ja, de foundation is wel echt hetgene wat je gezicht maakt. En je kunt nog al mijn moedervlekken zien en alles. Maar in principe met de rest van de make-up ziet het er nou best oké uit. Mijn gezicht is wel nog steeds iets te licht. Je kunt nog steeds goed het verschil zien hier met mijn nek. Maar voor nou, ik vind het niet...
Ik vind het niet eens per se heel slecht. I'm back. Mijn camera viel random uit en ik dacht bij mezelf, nou ja, whatever. Ik had al gezegd wat ik wou zeggen. Het is nu 8 uur. Ik was klaar om 2 uur. 8 min 2 is volgens mij 6, dus het zit er al 6 uur op. Oké, een aantal dingen. Verrassend genoeg vind ik een aantal dingen best goed aan de foundation, maar ook heel veel slecht. Wat vind ik er goed aan, is dat hij op zich nog best goed op mijn gezicht zit. Hij heeft niks raars gedaan wat een andere foundation niet doet. Wat ik nu zie is dat hij hier een beetje in mijn lachrippeltjes is gegaan. Gebeurt ook wel eens met normale foundations. En hier bij mijn kin is het eraf omdat ik heb gegeten met lipstick. En dan gaat altijd die hele lipstick hier en dan moet ik het eraf halen. Haal je lipstick eraf als je gaat eten. En ja, dat zit eigenlijk. Dat hij een beetje egaal maakt. Maar dat heb ik net ook al gezegd. Wat vind ik niet goed aan de foundation? Ik heb een vrij droge huid. En mijn gezicht ziet er nou best wel vettig uit. Dus als je al een vettige huid hebt, gaat deze foundation echt niks doen voor jou. Ook is de dekking persoonlijk niet genoeg voor mij, maar dat is een persoonlijke voorkeur. Het is gewoon een lichte dekking. De kleur is ook echt een grote faal. Hij maakt je gezicht gewoon zo wit, grauw, grijs. Ondanks dat ik wel een beetje was verrast dat ik het er enigszins oké vond, raad ik hem echt absoluut niet aan. Er staan er wel ingrediënten hier op de box. Maar met China, je weet nooit of dat wel echt is. Vaak kopieer ze het gewoon van andere merken. Nou, ik vond het wel echt grappig om dit te proberen. Heel leuk, maar ja, ik raad het niet aan mensen. Doe maar gewoon niet. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik zal hier twee video's plaatsen die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om makkelijk te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie snel te zien bij de volgende video. Doei!